Yo mensen, Lucky Graf en Hel hier met vandaag de zesde aflevering van mijn Road to Glory met Nederland WK 2014. En je ziet hier eerst dat ik deze zilveren boy heb verkocht voor 3,50. Deze voor 4,50. En dan vervolgens deze voor 500. En die andere zilveren was ook maar voor iets van 3,50. Dus daar had ik niet heel veel winst op. Want altijd als ik random spelers koop, maak ik eigenlijk altijd bijna... Ja, of net zoals deze heb ik echt serieus 20 coins winst op. Dus dat zat, nou ja, dat ging gewoon niet. Maar toen ging ik handelen in Lukoki en daar haalde ik drie keer echt 800 munten winst op of zo. Dus uiteindelijk had ik toch gehandeld van 1000 munten naar 4000. Ja, best netjes denk ik in ieder geval. Van die 4000 coins had ik in eerste instantie deze vier spelers gekocht. En dan denk je van, hoe kan dat? Zoet voor 300, wel in de verkeerde formatie. Maar ja, hij was maar 300. Dan Dancewheel, goede verdediger, 70 pace. Jansen voor 150 in de verkeerde formatie, maar voor 150 kon ik hem echt niet laten gaan. En dan nog Mizijan met 85 snelheid, 4ste weak foot, 4ste zwakke been voor 350. En dan zie je nog van, dit kan nooit dat dit 2000 munten heeft gekost. Nee, was inderdaad ook niet. Of 3000 munten bedoel ik. Want ik had, zoals je hier gaat zien, ik ga eerst mijn team even allemaal aanvullen. Met Zoet, Dancewheel en dan komt op het middenveld Jansen. En dan op rechts voor, zoals jullie weten, zoals jullie net al zagen, Mizijan. En zie je al dat ik een spitspositie open heb laten staan. Want ik heb inderdaad voor, volgens mij, 1500 coins was hij. Was MNES, was de goedkoopste buy now. Oh, zelfs maar 1100 coins met 87 snelheid. Een hele krachtige spits, de stilste Nederlandse spits vind ik persoonlijk. Je ziet wel helaas dat... Dat Jansen maar 8 teamgeest geeft. En ook onze keeper geeft maar 8 teamgeest. En dan gaan we een match zoeken. En dan komen we de matchmaking van FIFA. Jawel, tegen dit team. En het ergste van alles was... Eigenlijk was ik ook nog beter op het begin. Je ziet hier MNES in zijn eerste wedstrijd meteen met een redelijk grote kans. Goede actie. Maar die schiet de bal dan tegen Depay aan. En dan gaat hij naast. Dus ja, zo zag ik maar een beetje mijn geluk. En dan op het moment dat ik dat doe... 1 minuut later Remy met de bal op Clichy. Clichy terug naar Remy. En Remy schiet dan eigenlijk fucking slecht als je hem zo ziet. Maar hij valt wel binnen en zo kom ik 1-0 achter. Ja, en dat is toch altijd genaaid. Als je zelf zo'n best grote kans dan weer mist. En dat hij dan bij hem wel ingaat. Vervolgens hier weer MNES die goed ontsnapt. Alleen op de keeper, maar weer weet hij hem niet af te ronden. En dan vervolgens is de rebound ook niet voor Jansen. Omdat hij te traag is. Wel meteen uit de aftrap komt hij Memphis Depay met een goede actie. Mooie sleep. Goeie steekpaas weer op MNES. En MNES die ik altijd zo chill van. Hier kan hij hem gewoon met rechts finishen in de verre hoek. Maar gaat hij opeens heel rennen met zijn linkervoet schieten. En krijg je zo'n afgedwaald teringschot. En eigenlijk de kansen bleven maar doorgaan en doorgaan en doorgaan en doorgaan. Want hier gaan we weer een kans krijgen. Maar deze keer gaat het wel omzet in een goal. Jansen met een schot en dan Depay die de bal gaat inknikken. En dan wil ik vast zeggen, misschien hoor je het al aan mijn stem dat ik een beetje hees ben. Ik ben ziek geweest gisteren en eergisteren. Dus daarom ook geen commentaar in die dagen. Maar nu gelukkig wel. Nog niet met de beste stem. Maar dat maakt niet uit. Maar hier zag je alweer dat Biabiani, de snelste man in het spel. Peest heel mijn verdediging eruit. Geeft de bal voor en Remy komt binnen. En ja, op zo ben je gewoon al die wedstrijden gewoon kansloos. Ik ben niet eens heel veel slechter. Maar zijn team maakt dan toch wel een redelijk groot verschil. En zo ga ik zelfs divisie 4 niet halen als ik al twee wedstrijden achter elkaar heb verloren. Maar op mijn hoofd kwam het heel raar. Toen heb ik met een zeer veel Nederlands team, wat best wel hierop leek, heb ik divisie 1 toen gewonnen. Maar we zien alweer dat we de volgende aankoop gaan doen. Villena in mijn opstelling is 2300 coins. En Villena in een poepopstelling is maar 700. Dus dan ga ik voor die poepopstelling. Ik ga die opstellingen nog wel een keer goed maken. Maar omdat ik wel de 100 teamgeest wou behalen, kocht ik nog hier een manager. Gewoon de eerste manager die ik tegenkwam in Nederland. Voor 200 coins wordt dan Ruud Brood. Die heeft geluk en mag in mijn team. Maar dan gaan we onze laatste wedstrijd van deze aflevering spelen. We op dit moment, ja, Schilder is moe. Of ja, hij heeft conditieproblemen, zeg maar. Dus hebben we twee bronzen spelers. Maar we zouden op zich al op één speler naar een full brons of full zilver. Ik zei het fout. Full zilver team kunnen maken. Maar dus omdat Schilder conditieprobleem is, hebben we nou twee bronzen. Met toch wel chille voorhoede gaan we dan de laatste wedstrijd in waar we tegen dit team komen. Met redelijk wat pace. Op rechts midden heeft hij Hernandez. Hij heeft in de spits Eswine. Hij heeft links voor nog Reyes. Alleen gelukkig ook spelers als Khedira die natuurlijk niet zo snel is. Hier zie je wederom een grote kans voor MNES. Maar
op een manier heeft hij alles tegen op het begin. Hier raakt hij ook weer de paal. Maar dan gaat hij ongeveer, ja, eigenlijk 1 minuut later komt die bal wederom bij MNES. Als dan het kopduel goed wordt gewonnen door Dancewheel met 70 pace, best chille speler. En hier rond hij het wel af en komen op 1-0 voorsprong. En dit was ook een terechte voorsprong gezien het spelbeeld. Hij had nog geen kans gehad. Maar dan zul je altijd zien, in de 27e minuut komt hij erdoor met Schlaugraf. En Schlaugraf is een best wel goede speler, non-shiny, voor echt maar 300 coins. En die maakte dan 1-1 van, maar gelukkig deze wedstrijd, ja, ik kreeg echt 100.000 kansen. En dan weet je, als je 100.000 kansen krijgt, gaan ze er van eigen zin. En dat lukt Willem Jansen hier dan ook met de perfect schot in de kruising. Maar je ziet ook dat het echt heel terecht was als we hier dan vervolgens, ja, naar de stads gaan. Hij had gewoon 1 schot, 1 op doel, 1 doelpunt, klaar. Dus het was gewoon terecht, ik had 11 schoten, 5 op doel. Dus een terechte voorsprong die we dan uiteindelijk ook snel in de tweede helft gaan uitbouwen. Als Misijan de bal inspeelt, Depay met de prachtige 1-2 richting Misijan. Misijan met de strakke voorzet over de grond. En dan is het voor Willem Jansen alleen intikken geblazen. En dat is een prachtig uitgespeelde goal eigenlijk. Als je het zo ziet, maar uiteindelijk wist hij nog wel 1 keertje terug te scoren als Hernandez hier eruit peest. En dan de bal goed voorgeeft. Oh nee, hij schiet zelfs. En dan Eswine met een best wel grappige uit de draaivolley. En dan wordt het uiteindelijk 3-2. Pakken we onze eerste overwinning in Divisie 4 gelukkig. Ik had gezien dat we op 2 afleveringen geleden van Chelsea maar liefst 100 likes hadden gehaald. Ik wil je vandaag weer vragen om niet vergeten te liken. 100 hoeft niet hoor. Maar een beetje. Zou echt chill zijn. Ik keek nog even naar de moreel. Want ik wou wat meer moreel in mijn team hebben. Maar ik wil je vast bedanken voor het kijken. En vergeet dus niet te liken. En later mensen.